wel een talent, hè? Hij bewijst zich ook wel. En het is mooi dat hij bij een club zit die omhoog gaat. Ja, dus dat is, want die zekerheid voor zo'n jonge keeper is ook mooi. Ook, dat hij dat Twente gaat promoveren. Dat, ja, ik heb wel het gevoel dat het een beetje de gedoodverfde kampioen van de... Hoe heet die competitie ook alweer? Ja, iets met keukenkampioendivisie. Ja, Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Voetbaltijd. Andermaal vanuit het Van der Valk Hotel in Enschede. Met vandaag in de opstelling Jan van Sta. Op links. Als van ouds, René Wagelaar. Dag Ed. En René, wie is vandaag onze speciale gast? Vandaag hebben we een hele speciale gast, Ed. We willen allemaal wel eens de gevoelige snaren raken. Dat proberen we ook. Maar vandaag hebben we iemand die kan het als geen ander. Die gaat het echt doen? Ja, die gaat het echt doen. Let maar op. Aldo Swager. Daar komt wat binnen zo, hè? Ik kan mijn zwager niet. Kan jouw zwager niet. Aldo zwager kan het wel. Ja. Aldo, welkom man. Potverdien. Mooi dat je er bent. Eindelijk een keer een artiest aan tafel, maar ook ex-betaald voetballer. Ja, topkeeper geweest bij Heerenveen. De beker gepakt en ook natuurlijk 4 jaar onder contract gestaan bij FC Twente. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja, goed. Ik doe andere dingen als voetballer, maar het gaat heel goed. Je bent vooral ook bluesgitarist, hè? Ja, ja, gitarist en bluesgitarist specifiek. En in het algemeen ook muzikant en gitarist, ja. Gaan we het zo over hebben. Het is vandaag Rozenmontag. En normaal gesproken, jij bent Oldenzaler, René. Zou jij natuurlijk in het feestgedruis van de Boeskoolstad moeten vertoeven. Maar je zit hier. Hoe kan dat? Ja, dat heeft iets van te maken met vroeger, Ed. Ik ben als 10-jarig kind met mijn ouders naar de prijsuitreiking gegaan op de markt. En we stonden een beetje vooraan en er was een prijsuitreiking rond 2:30. En op een gegeven moment, ik had me niet verkleed of niks. En die man die roept vanuit het podium zeggen, de eerste prijs is voor die jonge man vooraan. En ik had me helemaal niet verkleed. Dat is zo pijnlijk. Traumatisch. Ja, ik ga niet meer. Ik zie het aan je. Ik kom er niet meer, Ed. Ik ga nooit weer naar carnaval doen. Dat deed zo pijn tot de dag van vandaag. Echt. Nee, en dat was ongelooflijk. Jan, jij carnaval minded? Nee. Utrecht is wat de besloten clubs altijd, hè. In mijn tijd als voetballer. Maar er wordt echt niet aan carnaval gedaan naar buiten. Niks. Geen optochten, helemaal niks. Jij zou wel prijzen kunnen halen. Ik zou sowieso in de prijzen vallen. Ja. Maar waar zou hij dan nou verkleed moeten gaan, Jan? Wat denk burgemeester jij? Van Maduro dan. Ja, kijk, natuurlijk. Bijvoorbeeld. Ja, maakt mij niet uit. Jij hebt natuurlijk bij FC Twente gevoetbald. En in die periode was Oldenzaal ook al de place to be, hè, op Rozenmontag. Met de spelers van Twente. Heb jij het ook gevierd in die tijd? Ja, ik ben er wel een paar keer daar geweest, ja, met een paar spelers. Ja. Was heel leuk. Ja, echt leuk. Oldenzaal is echt wel... ging ook naar die optocht. Ja. Dus, boerenkiel? Ja, ik had volgens mij wel een boerenkiel. Ik paste hem enigszins aan, ja. Ja. Eind vanavond alles nog aan? Of? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Oké, okay. Te lang geleden. Een beetje symptomatisch voor het carnaval natuurlijk, in zijn algemeenheid. Aldo, je hebt inderdaad 4 jaar onder contract gestaan bij FC Twente. Daarvoor zat je bij Heerenveen, was je een keeper van allure. Bij Twente was het vooral achter Sander Bosker. Hè? Ja. Niettemin, wat waren jouw mooiste momenten in het shirt van FC Twente? Nou ja, we hebben een jaar gehad dat we derde werden en dat was echt een heel mooi jaar. We hadden een heel goed elftal en dat was toch wel een, toen kregen we ook een uitreiking van een bepaalde, een symbool daarvoor, van de burgemeester en zo. Ja. En dat was wel een heel mooi jaar. Onder Hans Meijer? Ja, het was bij Hans Meijer, ja. En het jaar daarna speelden we Europees voetbal en dat waren ook wel, dat was met Twente wel een hele leuke ervaring. Een gekke anekdote uit die tijd? Nou ja, ik heb wel één keer, Hans Meijer was echt wel een aan de ene kant een voordrachtskunstenaar. Dus we hadden wel met trainingskampen, dan was er iemand te laat, zaten we ergens op te wachten en dan zaten we daar maar in zo'n grote groep. En dan, hij kon heel goed verhalen vertellen over vroeger, maar hij kon ook hele rake opmerkingen maken. Ik zat toen een keer op de bank, toen stonden we volgens mij 0-3 achter tegen Fortuna thuis. Fortuna was toen nog onder Bert van Marwijk een goede eredivisieclub.
En toen, het werd uiteindelijk 1-5. Maar we speelden verschrikkelijk slecht. En ik zat op de bank. Ik zat vlakbij hem. En op een gegeven moment er waren een paar spelers aan het warmlopen. En die kwamen naar hem toe en die vroegen van... trainer, komen we er nog in? En toen zegt hij van... kies maar iemand uit, zegt hij. Ja. Zo van, ik weet ook niet meer. Hij was er klaar mee met het spel. Ja, dat was inderdaad typisch Hans Meijer. Ja. Over het huidige FC Twente gesproken, René. 1-1 tegen Rode JC afgelopen vrijdagavond. Dat kan op papier een keer. Het was niet goed, hè? Nee, het was wederom minder, net als PSV uit al. En ook afgelopen vrijdag weer. Maar goed, ze pakken gelukkig nog een puntje. Want 8 minuten voor tijd, ik denk, nu gaan ze toch echt verliezen, de penalty. Ja. Dus het ging goed, maar het spel was niet. Het hield niet over. Nee, en, Drommel vind ik op het moment goed om maar even in al zijn oud vak te praten. Maar Drommel vond ik erg goed. Wat vind, ze eigenlijk. Wat vind jij van Drommel, de huidige keeper? Nou ja, het is wel een talent. Hè? Hij bewijst zich ook wel. En het is mooi dat hij bij een club zit die omhoog gaat. Ja, dat is, want die zekerheid voor zo'n jonge is wel mooi ook, dat hij de Twente gaat promoveren. Ik heb wel het gevoel dat het een beetje de gedoodverfde kampioen van de... Hoe heet die competitie ook alweer? Ja, iets met keukenkampioendivisie. Jan, FC Twente speelt 1-1 tegen Roda. Geen man overboord. Er zijn wel twee ploegen die iets dichterbij komen, maar daar zullen ze toch niet echt wakker van liggen. Nee, voorlopig nog niet. Maar goed, je kan bij Roda uit wat een lastige uitwedstrijd. Dat hadden we al voorspeld. Dat is gewoon een pittige tegenstander. En als je daar dan een keer zo wegkomt, jij kan niet elke wedstrijd winnen. Ze hebben er natuurlijk 10 achter elkaar gewonnen. Ja, dan zit er een keer zo'n wedstrijdje tussendoor. Het niveau was gewoon niet goed genoeg. En die penalty dan nog een keer voor Drommel, die hij zelf veroorzaakte. Maar voor Drommel vind ik het wel heel leuk, hè? Want we de laatste maanden volgen. Dat is een enorm talent. En zeker in het begin heeft hij heel veel kritiek gehad. En in de Eredivisie keeper, bij een ploeg die onderin staat als jongeling, valt natuurlijk ook niet mee. Hè? Dit is wel een ander kaliber tegenstander en ook een ander soort competitie. Aan talent geen gebrek bij die jongen, dat zie je. Nee, is een goeie. Ja. Nou is het zo dat de spits van Rode JC, veelscorende spits, Mario Engels, die kan naar FC Twente komend seizoen. Maar ook bijvoorbeeld naar Heracles Almelo. René, wat moet hij doen? Heracles of FC Twente? Dat is een moeilijke, Ed. Ik ga ervan uit dat Twente promoveert. En dan zou ik, als ik Engels was, voor Twente kiezen. Ja, die puur op gevoel van de club. Ja. Ik kijk dan puur naar, die is weer een opbouw. Ik denk dat hij dan een hele grote kans heeft om te gaan spelen als eerste spits bijvoorbeeld. En bij Heracles, dat loopt dan wel. Die hebben Dalmau. Maar Twente moet echt weer opbouwen. Ik zou daarvoor kiezen, ja. Jan, wat zou Engels moeten doen? Nou, ik denk niet dat hij alleen bij deze twee clubs op de lijst staat. Ik denk het ook niet, hè? Nee, verwacht ik niet. Nee. Maar hij zal een keuze gaan maken op zijn gevoel. Maar het is ook een type, hè? Wat voor type speler is dat? Is het een speler voor in de kleine ruimte? Of is het een speler die wat ruimte nodig heeft? Dat laatste hè? Ja. En ben je dan, dus met name in uitwedstrijden, hè, waar de ruimtes wat groter worden, dan is het een type speler die op de counter nog wel eens wat kan maken. Zit hij in de kleine ruimte, hebben we eigenlijk nog weinig van hem gezien. Zeker in het kaatsen en het meevoetballen. Daar is hij nog niet echt top in. Maar Twente is natuurlijk, als je ziet in wat voor stadion je terecht gaat komen, in de achterban. Dan is dat een geweldige kans. Maar ik denk dat hij echt bij veel clubs op het lijstje staat. Zijn vader was een goeie, hè? Ja, dat was een goeie. Mario. Maar ik denk, dat wil ik zeggen, Stefan. Middenvelder van FC Köln. Maar ik wou zeggen, als hij naar Twente gaat, zal hij ook niet meteen in een team komen wat het linkerrijtje zomaar gaat spelen. Twente moet weer opbouwen. Dus het kan zomaar zijn dat ze eerst nog kan eens een hebben... Dat kan een voordeel zijn. Hè? Ja. Dat hij speelt natuurlijk niet meteen in de top 5, 6 straks. Zo dat is het niet. Ze zouden zoveel goeie moeten halen in één keer, maar dat lijkt me sterk. We gaan het zien. De combi muziek en voetbal, die ken jij als de beste, Aldo. Hè? Je bent natuurlijk, als je het hebt over passies, jouw passies waren voetbal op betaald voetbalniveau. En de muziek, de gitaar, als je nou moet kiezen. Ja, dat is wel een duivels dilemma. Hè? kan ik je niet aandoen? Ik kan het alleen beschrijven aan de hand van mijn levensloop. Ik maak eigenlijk bijna mijn hele leven al muziek. Dat is eigenlijk een soort van... een basis voor mij. Ja. En van daaruit... Levenswerk, missie. Ja, maar sporten doe ik ook al heel lang. Ik ben ook een sportfreak. Ik ken ook van topsport en in het algemeen. Dus ik kan het bijna niet los van elkaar zien. Nee. Het ene, bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen. ik was altijd een heel verlegen jongetje. Maar ik kon al redelijk vroeg al redelijk gitaar spelen. Maar een podium kreeg je mij niet op, hoor, toen ik klein was. Zeg maar door voetballen gooi je die schroom van je af. Yeah. Okay. Dus dat heeft altijd een wederzijds effect. Hè? Ja, en tegenwoordig, je speelt in diverse bands. Welke?
Nou, ik heb een eigen bluesband, Red Hot and Blue. En dat Red is, Hot and Blue, Red ja. Red Hot and Blue, ja. Maar die is, ja, daar is op het moment wat rustiger aan meegedaan vanwege personele wisselingen en zo. Een Gouden Oude Dansband is echt een dansband, echt commerciële, nou ja, nee. Het is nee. meer een feest, ja, showband eigenlijk meer. Oh, ja. Ja. Dus wat groter. En Majestic, dat is een Britse rock tribute band. Daar hebben we een theaterproject mee. Okay. En dat speelt allemaal Queen, van Queen tot Cream. Tot, ja. Cream hier, like White Room, Sunshine of ja, Your Love. Ja, Roxy Music. Ja. We gaan de hele Engelse geschiedenis belangs, zeg maar, met dat project. Ja. En in de tijdmachine van Doctor Who. Oké. Okay. En, daarna speel ik in de Bootle Bunch. En dat is, Doctor Who? Doctor Who? Nee, die ken je die serie niet? Nee, de jaren 70? Nee, die ken ik niet. Ken jij hem, Eddie? Ja, Doctor Who wel. Een beetje nog, inderdaad. Doctor Who, dat is, was een televisieserie. En zo'n rode Engelse televisie, of telefooncel. En daar ging je dan in en dan ging je weer naar een ander deel van de tijd. Ja, nou, we hadden geen tv dan. En in de tijdmachine was dat. Jij ja, woont in Londen zo laatst. Ja, er was geen tv. En dat combineren we dan een beetje. Ja. Oké. Okay. Maar je bent volop bezig met je passie, gelukkig. Ja. Daar hebben we net al een stukje van gehoord. Gaan we zo nog een stukje van horen. Nog heel even weer terug naar dat voetbal. Heracles 1-5 op de kloten tegen FC Utrecht. René, dat kan een keer gebeuren. Ik denk dat Heracles even in de zweefstand stond. Want, toch wel? Ja, dat leek me wel. Ajax, Fortuna, het kon niet op. En hoe ze de eerste 10 minuten beginnen tegen Utrecht ook. Het was slapjes, het was matig. Het was, dan valt die 1-0, of de 0-1 zeg maar. En toen zakte het nog verder weg. Ik heb Peterson niet gezien, ik heb Kuwas niet gezien. Chibora, dat was volgens mij de slechtste man aan de Heracleskant. Ja. Breukers was matig. Achterin, het klopte gewoon niet. Ik heb het middenveld ook niet gezien. Het was, was niet goed. Daar speelt Heracles tegen FC Utrecht. En Jan, we hoeven niet onder stoelen of banken te steken. Dat jij een exponent van Utrecht ja. bent, zit je dan stiekem te juichen? Nou, ik had het genoegen om voor beide omroepen te werken. Dus okay. ik had een, ja, dat is speciaal, omdat Gert Kruijs een keer niet kon. Ik kon niet. Nee. En het was een 6:30 wedstrijd. Dus ja, dan heb ik beide kanten. Dus dan zit je aan de ene kant zit je voor Oost te praten. Omdat natuurlijk toch Heracles, dat is belangrijk voor ons in onze regio. En dan verwacht je toch een hele goede wedstrijd voor twee subtoppers. Want daar ging het uiteindelijk om. Maar deze avond was het gewoon vanaf het eerste moment bij Heracles ondermaats. En waar het door komt is altijd een vraagteken. Hè? Want ja, heeft dat met de instelling te maken. Maar het heeft ook te maken met de volwassenheid van Utrecht. Utrecht fysiek in orde. Die hebben heel gecontroleerd gespeeld. En de ruimtes die ze dan benutten. Maar het was gewoon een dikverdiende overwinning. Ze komen eigenlijk nog goed weg. Maar Heracles geen moment in de wedstrijd. Dus je kan wel alle namen gaan noemen. Maar ze waren gewoon ondermaats. Ja. En daar had je niet op gerekend na deze geweldige serie. Nee. Dat was jammer. Maar Heracles thuis normaal. Als je ziet wat hier voor uitslagen maken. Is toch geweldig. Ja. En er is geen man overboord. Maar ze moeten wel heel snel het weer oppakken. Want er zijn natuurlijk nu wel een paar punten. Hè. Peterson, een gebroken neus. Ja. Wat mensen die op scherp komen te staan. En in één keer weer 5 doelpunten tegen. Ja. Drost weer rood. Ja, weer een rode kaart. Dus dat speelt allemaal mee. Maar Heracles is gewoon deze avond de mindere. Ja, duidelijk. En dan ben je ook gauw klaar. Zijn wat wisselvallig en over controle en FC Utrecht gesproken. Jij bent toch financial controller geweest? Ja. Vergeef me dat bruggetje. Klopt. Jaren geleden. Ik heb van 2007 tot 2010 bij FC Utrecht gewerkt. Ja. Klopt. Ja, een mooie club hoor. Ja, hè? Ja. Maar daar gebeurt elke dag veel. Ja. Dat is gewoon een hele hectische club. Ja. Ook de vijfde kolonne die erachter zit natuurlijk. Ja, dat zit dit is het. Maar het is wel echt een club van het volk. Hè. Dus Eén keer per jaar uitverkocht. Dus in mijn optiek een beetje wel vergelijkbaar met Feyenoord. Zeg maar. Ja. Ja. Echt volksclub die, waar heel veel gebeurt. En de betrokkenheid van de mensen is erg groot. Ja. Jij maakt het bruggetje ook alweer voor mij, gelukkig. Feyenoord. Jaap Stam, trainer van PEC Zwolle. Ja, als we de berichten mogen geloven, dan gaat hij alweer snel de deur uit daar in Zwolle. Richting Rotterdam, richting de Kuip, richting Feyenoord. Er moet een afkoopsom betaald worden, natuurlijk. Maar zie jij die match voor je, Feyenoord-Jaap Stam? Nou ja, Jaap Stam is natuurlijk wel het symbool van robuustheid en standvastigheid. Ja. En echt hard werken. Ja, een harde werker, maar die ook echt ook daarnaast heel veel kwaliteit had. Dus dat lijkt me wel een hele goede persoon voor Feyenoord. Alleen, ik ken hem niet als trainer en als, hoe die daar zou gaan werken. Maar het lijkt me een goede keuze. Wat denk jij, René? Want hij gaat wel heel snel weg bij Zwolle. Hè? Je zou bijna het woord ondankbaar erop plakken. Maar zo is het inkt al droog van het contract, vraag ik maar. Het is net begonnen. Ja. We zijn een week of 6-7 bezig. Aan de andere kant, zo werkt het. Dat is natuurlijk de voetballerij. Jawel, dat weet ik. Maar goed, ik vind het wel verrassend toch, dat het nu alweer gaat gebeuren. Ja. Maar ik denk wel dat hij bij Feyenoord past.
Het stoere van hem, dat overwinning, ik bedoel, dat onoverwinnelijk heeft hij. Ik vind hem wel bij Feyenoord passen. Wat denk jij, Jan? Nou, ik vind wel het beleid van Feyenoord, hè, want je had ook een aantal maanden geleden al hem kunnen polsen. Ja. Voordat hij naar Zwolle ging. Hè? En dat is eigenlijk een beetje het verhaal nu. Kijk, hij is natuurlijk geweldig begonnen daar. Ja. Nu even krijgt de ploeg weer een terugslag. Mm. En Feyenoord moet natuurlijk toch met een naam komen. En dat moet matchen met elkaar. Maar je vraagt je alleen af, als Feyenoord dat Van Bronckhorst weg zou gaan. Ja, dat is niet gisteren bedacht. Dat wisten ze ook wel wat eerder. En dan gaan ze naar een lijstje kandidaten kijken. We hebben steeds gezegd, hij zou op die lijst moeten staan. Gezien zijn verleden als speler. CV als speler is geweldig, maar als trainer moet hij nog beginnen. Hij heeft in Engeland natuurlijk een jaar geweldig gedaan. Weg. Ja. Dus dan is Feyenoord een hele grote club. Maar goed, ik zat ook gisteren te luisteren naar de directeur daar. Er zijn weinig mogelijkheden. Hij moet met jonge jongens werken. Ja. Dat past wel bij elkaar. Alleen het is voor Zwolle wel heel sneu dat dit nu alweer gaat gebeuren. Want volgende vraag is, wat gaat er bij Zwolle gebeuren? Ja. Wie kan daar naartoe? Dan gaan we Rini Kolen polsen. Oh, dat lijkt mij wel. Nee, natuurlijk. Natuurlijk gaan we die. Aldo, Rini Kolen voor Zwolle. Als hij naar Nederland wil weer. Maar ja, ik heb een jaar met hem gewerkt, maar ik vond dat het een goede trainer. Ja. Ja, zit nu in Noorwegen, René. Rosenborg. Wil hij daar weg eventueel voor een avontuur in Overijssel? Nou, wil hij daar weg? Het bevalt hem uitstekend aan natuurlijk. Hij heeft nog 2 seizoenen te gaan. Maar als een Nederlandse club uit de Eredivisie belt, ik zou niet weten waarom niet. Prachtig. Heeft daar ook al gewerkt, trainer. Ja. Ze kennen goed met die mensen daar, lag daar erg goed. Bij het personeel, alles. Nee, ik denk. Hij zou op een lijst moeten staan. Ja, dat vind ik wel. Ja. En ook zeker kan. Oh, absoluut. Ja, we gaan, stuk ervaring erbij gekregen. Bij Rosenborg kampioen geworden, de beker gepakt. Ja. Champions League, Europa Champions League. Ja. Dus hij komt wel iets bepakter terug. Hè? Ja. Aan expertise geen gebrek. Nog even wat prognoses. Heracles speelt komend weekend, Jan. Jij bent de kenner. Waar spelen ze tegen? Ja, die gaan naar Emmen, hè? Ja. Emmen uit. Dus wat gaat het worden? Emmen Heracles. Een gelijkspelletje. Ja. Toch aardig van Emmen. De debutant in de Eredivisie. René, wat denk jij? Ik denk 1-0 voor Emmen. 1-0 voor Emmen zelfs. Ja. Een stunt. En Aldo, jij bent een Emmenaar. Ja. Daar ben je opgegroeid. Volg je die club een beetje? Ja zeker. Net als Twente en Heerenveen volg ik Emmen ook. Zeker. Ja. Ook een ex-club van je natuurlijk. Hè? Ja. In de opleiding geweest. Kunnen zij stunten tegen Heracles, zoals René dat vroeg? Nou ja, ze hebben natuurlijk tegen PSV en een paar andere clubs ook al en in de laatste kwartier zeg maar toegeslagen. Dus ze kunnen het wel. Alleen ze hebben nu die pinchhitter, hoe heet die? Onze Deense vriend. Pedersen. Die heet ook Pedersen. Ja, ze heet allemaal Pedersen volgens mij. Ja. Maar, die één vader heeft staat. Maar één vader rond. Ja, maar die is geblesseerd. Dus ik denk dat ze maken wel een kans daarop. Maar, uitslag? Ik ga wel even voor Emmen. 2-1. 2-1, oké. Okay. Ja. Top Os tegen Twente tenslotte. FC Twente komende vrijdag. Top Os Twente. Wat gaat het worden? Ja, dat moet wel een 0-2 worden. 0-2. Ja. 0-1. 1-2. 1-2. Ja. Mooie prognoses. Positief voor. Volg je Twente nog wel eens al door nu naar wedstrijden kijken? Ik ga zo nu nog wel eens naar een wedstrijd toe. Maar zeker in ieder geval op de ranglijst. Ik volg het wel. In de berichtgeving en zo, dat soort dingen. Maar in mijn werktijden die lopen eigenlijk gelijk met. Met de voetbal. Met voetbal. Ja. Waar kunnen we je zien binnenkort? Een beetje in de regio nog niet zozeer. Ik speel in Apeldoorn op 16 maart. Apeldoorn 16 maart. Ja. Zijn er nog kaarten? Bluescafé, zeker. Ja. Okay. Bluescafé Apeldoorn. Ja. En we spelen eind maart ook nog met. Daarna nog een keer in Soest. En we hebben, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ga maar op de website kijken. Gouwe Dansband en Majestic. .nl? Gouwedansband.nl. Gaan we kijken. Goed dat je er was, Aldo. We gaan zo nog even wat van je horen. Waarmee ga je eruit zo voor ons? Ja, het is een nummer wat ik heel mooi vind. En het is van oorspronkelijk van de Paul Butterfield Blues Band. En het is heel mooi vertolkt door Robin Ford. Dat is mijn grote gitaaridool. Robin Ford. En heet Loving Cup. Loving Cup. Oké, daar gaan we zo nog een stukje naar luisteren. Bedankt Aldo voor de komst. Succes met je activiteiten als bluesgitarist. René natuurlijk weer bedankt. En Jan van Staal ook weer bedankt voor deze aflevering van Voetbaltijd. Dat was er weer eentje. Volgende week zijn we terug met een nader te benoemen hoofdgast. Tot volgende week. Tot dan bij Van der Valk in Enschede.